Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. 1 Petrus 1, vers 3 tot en met 6. Welkom bij uitzending 1021. Het is ondertussen al wel duidelijk dat Petrus geen onwetende visser is. Niemand die drie jaar in de school van de Heere Jezus is geweest, kan onwetend genoemd worden. Het maakt niet uit wie men was en met hoe weinig men begon, maar wandelen aan Jezus' zijde is de perfecte opleiding voor het leven. Er zijn er die Petrus bekritiseren voor het feit dat hij het slechtste Grieks schreef van het hele Nieuwe Testament. Paulus en dokter Lucas waren echt Griekse wetenschappers, maar Simon Petrus deed het op dat gebied niet al te goed. Ik kan zelf geen Grieks, dus ik heb daar persoonlijk geen besef van. Ik weet wel dat hij veel interessant onderwijs geeft doorheen zijn brieven, maar ook doorheen zijn getuigenis. Zo heeft hij het gehad over voorkennis en uitverkiezing. Thema's die niet evident zijn en waar we pas alles zullen over weten eens we bij de heren zijn. Toch hebben we er de vorige keer interessante zaken over verteld. Ik wil hier nog iets aan toevoegen, voor we verder gaan. Het is een verklaring van Dr. Lewis Sperry Schaefer, een Amerikaanse theoloog. Hij zei Voorkennis bij God is dat waarvan Hij zich ten doel gesteld heeft het te laten gebeuren. Deze manier worden de opeenvolgende gebeurtenissen van het laatste detail tot het grootste uitgevoerd, onder het beslissingsbesluit van God, tot Zijn soevereine doel. Goddelijke voorkennis is zeer nauw verwant aan voorbeschikking. Op dezelfde manier moet voorkennis in God onderscheiden worden van almacht. Dat betekent dat Hij alles weet. God kent niet alleen het plan waaraan Hij vandaag werkt, Hij kent alle andere plannen. Onze God is een oneindige God en hij heeft oneindig veel plannen. En hij werkt ook aan dit ene plan. Veel zaken daarvan begrijpen we niet. Ik ook niet. Maar ik wil en mag hem vertrouwen. En op zijn weg blijf ik gaan. In de vorige uitzending hebben we gezien dat de apostel Petrus zijn eerste brief schrijft aan de pelgrims. De uitverkoren vreemdelingen in de verstrooiing. Zij leven in een wereld die in toenemende mate vijandig staat tegenover christenen. De gelovigen lijden omdat ze uitkomen voor hun geloof in Jezus Christus. En Petrus gebruikt zijn eerste brief om hun raad en troost te geven, door de realiteit van hun levende hoop op de Heer Jezus Christus te benadrukken. Door vast te staan in de genade van God zullen ze in staat zijn hun vuurproef te doorstaan, omdat ze weten dat er achter hun pijn een goddelijk doel schuilt. De eerste brief van Petrus behandelt stap voor stap de aspecten van de verlossing van een gelovige, de onderworpenheid van een gelovige en het lijden van een gelovige. Vandaag beginnen we aan de bespreking van de verlossing van een gelovige. Vers 3 begint in de Griekse tekst een lange zin die eindigt met vers 12. In het Nederlands is dit vanwege de verstaanbaarheid opgesplitst. 1 Petrus 1 vers 3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het zegenen of prijzen van God de Vader gaat voor op het prijzen van Jezus. Paulus doet hetzelfde. In 2 Korinthe 1, vers 3 staat: Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de Barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Ook de brieven van Paulus, uitgezonderd Galaten, beginnen met een dankzegging of, zoals in dit geval, een lofprijzing aan God. Bijvoorbeeld, ook in de brief aan de gelovigen in Efeze lezen we: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Als deze brieven en die van Petrus in de samenkomst van de christelijke gemeente worden voorgelezen, krijgt de lofprijzing, net als in de synagoge, zijn plaats aan het begin van de dienst. De Heere God wordt in de eerste plaats aangeduid als de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De Heere is de God en tegelijkertijd de Vader van de Heere Jezus Christus. Het geeft de innige relatie tussen beiden aan. Vervolgens wordt God de bron genoemd van alle barmhartigheden en van alle vertroosting. Of met andere woorden, van alle liefdevolle hulp. Beide apostels zijn diep onder de indruk van Gods vertroosting. En ze spreken daarbij uit ervaring. Hun woorden betekenen meer dan alleen dat de Heere een aantal keren heeft geholpen. Het karakteriseert de Heere als de bron van alle liefdevolle goedheid die hij mensen in zijn genade aanbiedt. Laten we nog even stilstaan bij de eer en lof voor God. In Psalm 34, versen 2 tot en met 4, horen we David het volgende zingen. Ik zal de Heere te allen tijden loven. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heere met mij groot. Laten wij tezamen zijn naam roepen. Lofprijzing verdrijft de donkere schaduwen van het leven. Vaak blijven de omstandigheden nog onveranderd. Maar een blij lied waarin de Heere wordt geprezen, telt een mens boven de omstandigheden uit. In Psalm 50, vers 23 zegt de Heere, Wie dank offert, zal mij eren. Wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Ik hoop trouwens dat jij al ontdekt hebt wat het heil van de Heere inhoudt. Paulus getuigt ervan, tegenover een van zijn medewerkers in 1 Timotius 1, versen 12 tot en met 16. Daar staat, En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft. Namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft, toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven, tot het eeuwige leven. Terug naar Petrus. Het is prachtig dat Gij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, noemt, want in de Zoon heeft de Vader zich ten volle uitgesproken en geopenbaard. Het geloof in God de Vader is door Jezus Christus. Door het woordje ons te gebruiken, schaart Petrus zich in de rij van alle gelovigen die op Christus hun vertrouwen hebben gesteld en voor wie God de Vader zo onvoorstelbaar goed is. God de Vader is goed en barmhartig. Zijn ontferming is een genade ten opzichte van mensen die geen verdiensten kunnen laten gelden. We lezen het op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in 1 Petrus 2, vers 10, daar staat. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. En in Ephesians 2, versen 4 en 5 lezen we Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. In Titus 3, versen 4 tot en met 7 schrijft Paulus maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig, niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid, die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn warmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte, en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten, door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij rechtvaardig door zijn genade erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Terug naar 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Met andere woorden, God heeft van Petrus en de lezers nieuwe mensen gemaakt, door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven. Dat wil zeggen dat de Heer hen zijn Evangelie heeft bekendgemaakt en hen geroepen, waardoor zij zijn gaan geloven in Jezus Christus. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft God een nieuwe manier van leven mogelijk gemaakt. De lezers zijn wedergeboren. Dat wil zeggen, de Heer heeft nieuwe mensen van hen gemaakt. De hier gebruikte Griekse werkvoersvorm van het wedergeboren worden wijst op een eenmalige gebeurtenis die op een eerder tijdstip in het leven van de lezers heeft plaatsgevonden. In 1 Petrus 1, vers 23 staat: U die opnieuw geboren bent. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. De hoop, of datgene wat gehoopt wordt, is een levende hoop, omdat zij verbonden is met de levende Heer Jezus Christus en het eeuwige leven inhoudt. 1 Petrus 1, vers 4. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dit is dus een onvergankelijke erfenis. Dat betekent, dat je die niet kunt vernietigen. Geen kiem, roest, mot of vijand kan dit ooit vernietigen. Het is iets dat alles kan weerstaan. Wij hebben een erfenis die onvergankelijk is. Daar kan niets aan veranderen. Daar kunnen we naar uitkijken, en dat is iets geweldigs. Je herinnert je waarschijnlijk wel de Israëlieten die door de woestijn trokken. Ze waren bevrijd uit Egypte, ze gingen naar het beloofde land en daar dankten zij God voor. Ze prezen God als de schepper van de wereld en als hun verlosser van Egypte. Wij christenen prijzen God, want Hij maakte ons tot Zijn kinderen door het regenererende werk van de Heilige Geest. En dat betekent dat we een erfenis hebben. Niet op aarde, maar in de hemel. Dat is een erfenis die niet vergankelijk is. Onverwoestbaar, niets kan haar vernietigen. Onze aandacht vandaag wordt afgeleid van de toekomst, omdat er zoveel aandacht gegeven wordt aan hoe een christelijk leven te leiden en hoe een goede christen te zijn. En dat is eigenlijk iets van het vlees. En daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Want Petrus praat ook over het heden. 1 Petrus 1, vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Wij worden in de kracht van God bewaard. Dit is de bewarende kracht van God, en dit is misschien wel een van de meest wonderlijke woorden die we hier hebben. Er bestaat een verhaal van een oude schot die slechts één woord op zijn grafsteen wilde. En het is de mooiste tekst voor een grafsteen die ik ken. Weet je wat het was? Bewaard. Hij was bewaard door de kracht van God, door het geloof tot zaligheid, om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat is hetzelfde als Paulus zei in Filippenzen 1, vers 6. Daar staat, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Ik zei daarnet al dat er vandaag veel nadruk ligt op dit. Ben je wel een goede persoon of een goede christen? Wil je iets weten? Ik ben dat niet. Nee, ik kijk naar omhoog. Ik kijk naar de prijs die de Heere Jezus heeft betaald. Naar Gods hoge roeping in Jezus Christus. Ik ben niet tevreden met mezelf. Mijn leven is niet volmaakt. Ik ben daartoe niet in staat. Dat zijn allemaal werken van het vlees. Ik heb een oude natuur en die blijft bij me. Ik moet toegeven dat dat soms heel duidelijk is. Ik heb soms een slecht humeur en dan zeg ik bepaalde dingen tegen mijn lieve vrouw. Later ga ik wel naar haar toe. Maak het weer goed, neem ik haar in mijn armen en zeg haar dat het me spijt wat ik zei. En ze vergeeft me gelukkig. Maar ik blijf worstelen met die oude natuur. Die oude natuur hebben we en moeten er ons blijven tegen verzetten. Leven door de kracht van de Heilige Geest en de kracht van God is de enige manier waarop je een christelijk leven kunt leiden. En dat gaat door totdat je overgegeven wordt aan Hem. We zullen zien dat dat te maken heeft met een persoonlijke relatie met Jezus Christus. 1 Petrus 1, vers 6. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Met daarin verwijst Petrus naar het voorafgaande, naar het einde van de tijd, naar het ontvangen van de rijke erfenis. We kunnen de eerste Griekse woorden dan ook het best vertalen met: dan zult u zich verheugen. Petrus zet in deze versen het heden van beproevingen en lijden tegenover de toekomst, die als hoop en erfenis, redding en heerlijkheid wordt beschreven. Deze blijdschap over dat wat nog moet komen, kan nu soms al even doorbreken, maar is toch voornamelijk op de toekomst betrokken. Petrus lacht er de nadruk op dat wij in de toekomst een geweldige erfenis krijgen, en daar zouden wij ook meer tijd aan moeten besteden. Maar God heeft voor ons een weg om hieruit te komen, en dat is allerlei verzoekingen. En dat hebben we al eerder gezien, we blijven erover lezen. In Hebreeën heeft God ons getest door beproevingen en allerlei moeilijkheden. De Heer Jezus zei dat wij het in de wereld moeilijk zouden hebben. Jacobus zei dat ook en nu zegt Petrus het. En ook Paulus. Ook ik wil getuigen. God verandert je door lijden. Dat wil je eigenlijk niet horen. Vandaag willen we liever een heleboel hulpmiddeltjes krijgen. Of horen van dingen die ons bemoedigen. En vertellen dat we iemand zijn en iemand gaan worden. Maar het feit is: we zijn niets totdat de geest van God onze harten en levens in beweging gaat zetten. Wij hebben God niets aan te bieden. Hij heeft ons alles aan te bieden. En hij gaat ons veranderen. En over hoe hij dat gaat doen, hebben we het de volgende keer. Ik wil deze uitzending afsluiten met de bemoedigende woorden van 2 Korinthe 4, versen 17 en 18. Daar staat: onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook niet zo lang duren, maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid zullen leven. Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk. Maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebibel@tbr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.